Ja, sorry, ik zit te wachten. Ik moet zo wat zeggen. Ja, ik weet dat je van de bibliotheek bent. Wat? Op welke diensten onze leerlingen kunnen inloggen met een instellingsaccount? Dat is heel makkelijk. Moet je even opschrijven. Dashboard.surfconnects.nl. Ja, als je daar naartoe surft, dan kun je daarop inloggen. Er zit een inlogknop in. Ja, dan kun je gewoon inloggen met je eigen instellingsaccount. Met je eigen account, ja. Ja, en daar kun je dan een lijstje opvragen van alle diensten waar je vanuit onze instelling met je instellingsaccount op kunt inloggen. Ja, handig hè? Ja, fijne dag. Oh, we zijn er al. Oh shit, ik stond niet op mute. Ja, hallo, goede vraag. Op dashboard.surfconnects.nl kun je als SurfConnects verantwoordelijke bijvoorbeeld ook instellen. Of mensen van je eigen instelling als ze inloggen, dus gewoon leerlingen en maar ook medewerkers, dus bijvoorbeeld van de bibliotheek, de statistieken kunnen opvragen per dienst, of kunnen zien wie de contactpersoon is op jullie instelling voor SurfConnect. Nou, als jullie verder nog vragen of suggesties hebben over SurfConnect's dashboard, mail dan alsjeblieft. Dat kan naar support@surfconnects.nl. En als we een nieuwe release hebben met nieuwe features, dan melden we dat uiteraard altijd in de SurfConnect nieuwsbrief. Dus als je die nog niet ontvangt, meld je daar dan voor aan. Hele fijne dag.